Goedemorgen, het is vandaag 4 mei en Rodrigo ligt nog te slapen, want, dat heb ik gisteren niet verteld, het is maandag vandaag trouwens, hij heeft vakantie. We zouden eigenlijk vandaag richting Samos gaan, niet gelukt. Ook echt heel erg begrijpelijk en ik heb er helemaal wat anders bij neergelegd. De tijd is wel ineens heel snel gegaan, want ik weet nog dat we boekten. En dat ik echt dacht van, oh, het duurt nog 5 maanden. En nu is het zover en dan denk ik, holy shit. Het is gewoon al mei. Ik ben gewoon bijna jarig over een maand en 10 dagen. 12 dagen om precies te zijn. Weet jullie het vast. Dus, hij heeft wel gewoon vakantie. Dus hij heeft volgens mij 10 dagen. Uit mijn hoofd zeggend. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Want hij heeft nu gewoon weekend, zoals altijd. Weekend. Dus het is zondag. Nee, maandag, dinsdag, woensdag. En dan heeft hij donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag erbij. En dan weer maandag, dinsdag, woensdag. Ja, dus 10 dagen. Bedankt voor de rekening. Hij gaat wel gewoon lekker thuis blijven. Ja, heel veel te doen is er natuurlijk niet. Al wordt het weer wel aardig. Dus ik hoop dat hij gewoon misschien meegaat met mijn dagelijkse wandeling. Op 1,5 meter afstand. En misschien op balkon, een beetje zonne. Ik denk dat het voor hem, als ik hem ongeveer moet inschatten hoe zijn vakantie eruit ziet, dan is het slaap, 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 slaap. Netflix. Eten. Wel gezond eten, want hij doet met mij mee. Dus dat is echt super lief. Maar ik denk wel gewoon echt veel eten. Als ik zie hoeveel fruit wij eten, dat is echt bizar. En dan, hoe heet dat ook alweer? Call of Duty. En dat is denk ik zijn vakantie. Nou, en dat is ook wel eens leuk. Het is vandaag dodenherdenking. Dus daar kunnen we nu in ieder geval bij stilstaan. Dat was waarschijnlijk op vakantie niet echt wat geworden. Ik weet niet of hij dat ooit gedaan heeft. Ik weet niet of ze dat in andere landen ook doen eigenlijk. Vorig jaar, hadden we vorig jaar wel iets? Nog niet officieel, denk ik. We hadden wel gezoomd, maar het was nog niet officieel. Dus ik denk niet dat ik hem gevraagd heb of hij een minuut stilte heeft gehouden. Ik dacht, ik ga maar even beginnen met de vaat. Dan is dat maar lekker weg. En dan is het ook een lekker schoon begin van de dag. En dan meestal doen we de rest samen. Maar ik heb echt het vermoeden, ik weet niet hoe laat hij naar bed is gaan. Maar ik denk dat hij de komende 4 uur nog gewoon plat ligt. Kijk eens hoe cute dit is. Dit is het hemdje wat uit de zomercollectie kleren koffer kwam. En dan met dat lila erop, zwarte broek. Ik zit dus te wachten op het pakketje, want voor die tijd kan ik geen boodschappen doen. Want ik ben bang dat hij er doorheen, hij slaapt overal doorheen, dus ik ga dat risico gewoon niet nemen. Dus ik kan een beetje thuis blijven, want ik wil er een video mee opnemen. Deze woensdag video, superleuk pakket. Als je dit kijkt, staat het denk ik online. Het is een surprise box met planten. Dus nou, en jullie weten hoe gek ik op planten ben. En we hadden samen besloten, super goedkoop, dus 20 euro, 5 euro verzendkosten erbij, dat wel. Dus 25 euro en je krijgt echt freaking veel planten. En het zijn dus planten die zeg maar een heel klein mankementje hebben. Waardoor ze ze niet in de reguliere verkoop kunnen gooien. Maar nou ja, ga de video maar kijken. Je ziet echt bijna geen verschil. Ik kwam erop omdat mijn kapster die deed het. En die plaatste het op Instagram, Shirley. En die, toen dacht ik gelijk, nou dit moet ik doen. Dit wil ik. Dus heb ik gelijk gedaan. Ik ga even een mascara boven mijn ogen weghalen. Wat een grote zoektocht naar een zwarte scrunchie. Hey, volgens mij komt hij er echt letterlijk nu aan. Oh, sleutel. Paniek. 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 Hallo. Hallo. How is your holiday feeling? Doesn't feel real, you know? Aww. Plantje.nl. We hebben plannencampagne. Ik ga naar de supermarkt, hij gaat naar de groenteboer. En dan zijn we dubbel zo snel klaar en dan hoef ik niet alles alleen te zeulen. En nou, vond ik gewoon een goed idee van mezelf. De bags. I have a very strong man. We hebben echt een vol gaat. Ik denk dat het veel te veel is. Maar ja, hij is thuis, dus heel veel nodig. Hij is de supermarkt weer terug ingegaan nadat ik was geweest. Omdat het niet genoeg was. Oké, okay, ik ga het even voor jullie uitstallen. Baby. Ginny, wat is er nou allemaal, hè? Oké, vliegende vaart. Venkel. Venkel, pindakaas, hummus, mie, kattenbak, spul,
almondmelk, rijst, stokbrood, cola zero, yoghurt, crackers, crystal clear, poesjes, blauwe bessen, blauwe druiven, Duitse biefstuk, entrecote, schnitzel, runderlappen, kipgrillworst, runderrookvlees, yorkham, snijworst, gemixte, dit is zeg maar groenteboer, met dat ook, gemixte noten, champignons, 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 ui, groene asperges, salade, mandarijnen, aardbei, Elstar. Dit is weer, hoe heet die ook weer? Pink Lady. Pijnboompitten. Tomaten, salade, haricot vert. Parmezaanse kaas. En dan zijn we er. 100 euro op de tafel. Bam! Kijk nou, wat een mooie verzameling. Dus die achterste hoort er dan niet bij. Dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planten. Waarvan 1 dubbele. Dus 9 verschillende planten voor 20 euro. Dat is wel echt bizar goedkoop hoor. En dit is de situatie hier. Ik ben zo mega enthousiast. Dat is niet normaal. Ik zal eventjes snel laten zien waar de planten nu staan. En hij is een serie aan het kijken, maar ik doe het gewoon even snel tussendoor. Om te beginnen heb ik er 2 hier, omdat ik via de plantenapp dus alles bekeken heb en deze zijn giftig. Dus nou ja, dan weet ik zeker dat de katten er niet bij kunnen. De rest zal ik even met een rustgevend muziekje onder laten zien, zodat jullie niet zijn keiharde horrorserie horen en even kunnen genieten van hoe mooi de planten eigenlijk zijn. Ik ga nog even pakketjes wegbrengen en dat ga ik lekker lopend doen. Het is een UPS-punt en ik heb opgezocht, het is 1,4 kilometer. Dus als ik heen en weer ga, is het 2,8. Ik kan goed rekenen vandaag, hè? Oh, ben je mijn video's aan het afspelen? Cutie. I think it's gonna be like half an hour, 40 minutes. Good luck with that. Thank you. Zijn we weer. Hij heeft de serie aanstaan, maar hij kijkt niet eens. Even kijken. Wat is de schade? Hebben we het gehaald? Oeh, net niet. Maar ik ben tevreden. Ik heb nog even Griekse yoghurt bij die andere Jumbo gehaald. Dit lukt niet, want die was bij onze Jumbo op. Nou ja, onze Jumbo zit weinig van ons bij. Nou, en ik ben nu juist net weer helemaal dat ik denk, ja, Griekse yoghurt. Nou, geloof me maar. Can I stop your show then? Ja. We're eating me vanavond. Met heel veel groenten. What's this? Kool. Kool. Prei. Prei. Ui. Courgette. En wortel. Gele wortel. Geel. 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 Moet toch even de... Ja? Yeah? Yummy, 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 yummy. Het ruikt heerlijk in ieder geval. Er zit ook nog gehakt doorheen, zie ik. Bijna 8 uur. Gek, hè, zo'n leeg plein. Ze lopen allemaal netjes op afstand. Het is zo anders allemaal. Er staat wel een soort orkest, geloof ik. Kransen, maar geen scholen, geen... Heel gek. Ondertussen zijn we al een paar uur verder. We hebben weer een
film van Maze Runner gekeken. Ook wel net op het randje van mij hoor, met die zombies en die enge douche. Maar hè, ik kreeg allemaal reacties vandaag dat jullie The Walking Dead ook allemaal zo leuk vinden. Maar ik wil er gewoon niet naar kijken. Ik vind het gewoon echt onsmakelijk. En constant dat schrik-effect. Nou, en Godriek zei ook, je krijgt echt nog een keer een hartaanval. Nou, daar ben ik ook gewoon oprecht. Nou nee, daar ben ik niet echt bang voor. Maar ik spring van de bank iedere keer omdat ik me zo kapot schrik. En ik vind dat gewoon niet leuk. Ik kijk gewoon liever een serie waar ik wel blij van word. In plaats van waar ik alleen maar van angstig word. Ik weet anders niet hoe ik het uit moet leggen. Zo, dit is weer potdicht. Dus hij gaat nu gewoon lekker Walking Dead kijken. En dan ga ik in bed nog gewoon even, hoe heet het ook alweer? Het vreselijk foute programma wat ik kijk. Ex on the Beach kijken. Dat zijn dingen die ik voor het slapen gaan wil kijken. Gewoon zodat ik naar bed ga denkend dat ik zelf misschien nog best wel een leuk leven heb. En daarna ga ik slapen. Ik heb mijn haar gewassen ook. Dat was heel erg nodig. Heel erg. Ik zat echt die video te editen vanavond ook nog. Ik heb echt heel veel gedaan vanavond. Maar de camera lag gewoon op tafel. Maar ik ben eerst gaan editen. De plantenbox. Toen zag ik mijn haar en toen dacht ik echt, oh my goodness, Sophie, schaam je. Zelfs in een staartje leek het nog zo vet. Was het ook. Maar nu is het lekker gewassen. Ah, jongens, ik ben kapot moe. Ik denk dat het gewoon komt van het lopen. Elke dag als ik nu gewoon naar bed ga, ben ik ook echt moeier dan normaal. Gewoon omdat ik ook meer beweging heb. Het zijn maar 5000 stappen, maar toch, weet je. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.